en welkom bij Nerdcultuur. Yes, we gaan het vandaag hebben over Legends of Tomorrow, seizoen 1, DC's nieuwe serie van het afgelopen seizoen. Ja, ik heb met jou af en toe over deze serie gepraat, ook tussendoor. Wow. We hebben deze serie gewoon wekelijks gevolgd, het waren 16 episodes in totaal. Mm-hmm. En meestal als ik jou sprak, was je er niet per se heel erg positief over. Ja, ik werd er niet echt doorgeboeid in het begin. Ja, ja trouwens, we gaan full-on spoiler. Ja, dus inderdaad, spoiler review voor Legends. We gaan ook Flash en Arrow doen, die hebben we ook al helemaal afgezien. Dus die komen eraan in de komende dagen. Vandaag krijgen jullie Legends of Tomorrow, want daar gaan we gewoon mee beginnen. Die was als eerste afgelopen, dus die gaan we ook als eerste bespreken. En ja, mijn vraag aan jou was eigenlijk dus of dat door de episodes heen, naarmate het seizoen verder ging, ja, of jouw mening een beetje is veranderd. Op een gegeven moment liep ik ook 3 episodes achter of zo. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een binge sessie zetten. En toen kwam die aflevering van die Cowboys. Ja, dat ze naar Wild West toe ging inderdaad. Met time travel. Met toen, Jonah Hex. Ja, precies. DC film ook en comics natuurlijk. Maar inderdaad, dat was dus lauw. En toen dacht ik, oké, ik zit er nu eigenlijk best wel in. En toevallig die dag daarna kwam nog een Legends of Tomorrow aflevering uit. Dus toen was ik best wel psyched. Maar naarmate de serie zeg maar verder ging, hoe beter ik het vond worden. Yeah. Ik denk dat het einde, season finale, dat ik daar wel blij mee ben. Inderdaad, ik was ook echt tevreden met de season finale. Ik vind het goed om te horen, want ik was eigenlijk vanaf het begin al best wel positief over deze serie. Het voelde mij, voor mij heel erg als Doctor Who in het DC-universum, weet je. Want het hele ding met dat tijdreis, ze kunnen dus elke aflevering gewoon naar een ander tijdperk toe gaan, naar een andere locatie. En daardoor heb je heel veel variatie in de verhaallijn die je gaat vertellen. En tel het op met een best wel interessante cast. Gewoon heel veel characters die we al kennen van Flash en Arrow. Zijn misschien niet allemaal even sterk, weet je. Die gaan ze zo meteen misschien wel even één voor één bespreken, maar al die hele groep van characters staat tegenover één villain in Vandal Savage. En ik vind Vandal Savage misschien wel gewoon top 3 beste slechterikken die we tot nu toe in het DC TV-universum hebben gehad. Vandal Savage? Ja. Ik denk dat ik alleen Deathstroke en Zoom of Reverse Flash misschien vetter vond dan ja, top 4, weet je. Ja, ik denk het ook wel. Maar Vandal Savage, op een gegeven moment was het een beetje, ik weet niet, annoying. Heel die second verhaallijn die hij had van hij wil en de wereld destroyen en hij heeft ook nog die verhaallijn met, hoe heet het ook weer? Met de Time Masters. Of? Ja, dat ook, maar met die chick, Winger. Met, Hawkgirl, Kendra en Hawkman. Nee, maar ik vond die verhaallijn juist wel heel erg vet, omdat ik vond Hawkman vond ik wel echt fat, joh, man. Gewoon toen die, hij gaat zeg maar dood. Daar was ik blij mee. Ik vond echt daar was ik ook blij mee, maar raad het. Hij komt natuurlijk terug als een andere character nu. En hij weet helemaal van niks van, Kendra? Ja, maar dat is logisch. Dat is heel zijn verhaallijn. Zeg maar, elke keer als Vandal Savage, die leeft al duizenden jaren. Hij is zeg maar onsterfelijk en hij heeft dus heel de geschiedenis van de mensheid meegemaakt. Daarom is hij ook zo'n sterke en intelligente slechterik. En de enige manier waarop hij kan blijven overleven, waarop hij onsterfelijk blijft, is als hij Hawkgirl en Hawkman elke keer opnieuw blijft killen. Dus hij killt ze, dan worden ze weer gereanimeerd en dan killt hij ze opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Al duizenden jaren lang, zeg maar. Dat vond ik echt wel een vette dynamiek. Want naarmate ze ook dus verschillende tijdperken aankaarten, zie je ook verschillende levens van Kendra en Carter ten einde komen, weet je. In verschillende tijdperken worden ze gewoon brutally gekild door Vandal Savage. Ik vond een van de meest interessante alternatieve tijdlijnen die van, het was geen alternatieve tijdlijn, het was maar een normale tijdlijn van Ray Palmer en Kendra. Toen ze in de 70s leefden, volgens mij. Ja, dat, dacht dat het wel nou was achtergelaten, inderdaad. Maar daarna die drama van Kendra, trouwens, nu we het daarover hebben, daar werd ik zo boe van. Tijdens CW-show, je hebt altijd een heel die drama tussen Ray en Kendra, dat sloeg echt nergens op. Nee, oké. Dat sloeg echt nergens op. Ik weet niet. Ray, I can't be with you because I'm with him. Ja, dat drama, I love you, but still, I can't be with you. Ik vond dat op zich nog wel redelijk werk, omdat je snapt wel van, oké, Carter is nu dood. Hij was zeg maar de persoon waarvan het mijn destiny is om met hem te zijn de rest van mijn leven. In al mijn levens, weet je, elke keer reïncarneert ze en dan wordt ze weer opnieuw verliefd op Carter. En nu is haar Carter is dood, weet je. Haar Carter van haar generatie is al dood.
Dus ja, moet haar de rest van haar leven dan wachten op de nieuwe Carter, die al misschien een baby is of zo, weet je? Of gaat ze gewoon op zoek naar een nieuwe guy? En ja, dan heb je Ray Palmer, de Adam, de Iron Man van het DC-universum. En de Iron Man slash Ant-Man van het DC-universum. Pretty Harris, right? Zelfs dingen zo noemen. Ja, ja, hij is een voormalige Superman natuurlijk. Dat zie je ook wel, wel terug. Ook had hij maar één Superman-film. Maar ja, hun verhaallijn op zich, ik vond het wel redelijk werken. Ik heb erger gezien in het CW-TV-universum van DC, weet je. Yeah. Zelfs in Arrow en Flash, hoe groot fan ik ook ben van al deze series. Supergirl, Arrow, Flash en Legends. Ze hebben allemaal wel een bepaalde verhaallijn waarvan je altijd zegt van ja, oké, dat was misschien iets te veel drama. Dit interesseerde me ook weer niet zoveel, weet je, maar... Ik moest trouwens ook wel wennen aan de, zeg maar, de lead. Ja, Rip Hunter. Time Master, juist, Rip Hunter. Aan het begin vond ik hem niet zo, trok het me niet zo, maar... Hij is ook het enige nieuwe personage, soort van. Precies. De rest kenden we allemaal, en dan komt hij erbij. En hij moest zich gewoon soort van bewijzen. Klopt. Maar hij bewees zich wel. Ik vond zijn motivatie ook wel vet, en er zaten ook meerdere lagen aan zijn character, weet je. Ook er kwamen meer plot twists en zo, dat eigenlijk dus al die Time Masters hem... Het gewoon deel van het plan was, weet je, dat hij dat team zou starten en... Dat hij eigenlijk er niks aan kon doen om zijn familie te redden en zo. Dat vond ik eigenlijk best wel sterk. En daar kreeg zijn personage ook meer shine, weet je. Daar kon die acteur ook wel meer laten zien dat hij een redelijke acteur is. Op die momenten dat er echt gewoon fucked up shit gebeurde bij Rip. Maar wat, laten we het over één ding hebben. Wat gebeurde er tijdens dat gevecht dat Adam, zeg maar, fucking huge werd? En dat hij ging vechten tegen een of ander nucleair monster of zo. Dat is een fucking grote robot. Nee, maar dat is logisch, want het ging terug in de tijd. En toen waren ze aan het ontsnappen, want Heatwave, die was verkleed als Boba Fett, weet je. Dus een Boba Fett outfit, ik weet niet meer hoe die heet, als die dan die hunter is, zeg maar, voor de Time Masters. Maar die zat achter hun aan. En toen moesten ze weg met een schip, zo wegvliegen uit die tijdlijn. Maar toen was er zo'n stukje technologie, zeg maar, de arm van de Adam, die was achtergebleven in het verleden. Yeah. Daardoor kon Vandal Savage al fucking vroeg, zeg maar, met die technologie robots ontwerpen. Ja, maar dus toen ze daar gingen naar de toekomst, hadden ze al een fucking grote nucleaire robotmachine klaarstaan om tegen de Legends te vechten, zeg maar. Maar daar gaat het niet om, het gaat het om hoe die robot eruit zag, want het was echt belachelijk. Welke, die grote, die goede? Ja, het was echt... Voor tv-standaarden vond ik het wel cool. Hoe vaak zie je een ander soort van Pacific Rim-achtige, gewoon kaiju tegen robots, of nou, nu dan robot tegen robot, op zo'n grote schaal van dat soort gevechten, weet je? Dat zie je misschien in de jaren 90 Power Rangers serie, maar op zo'n serieuze manier gedaan. Yeah. En die episode kwam ook ongeveer uit, volgens mij was het letterlijk in de week dat in Amerika Civil War uitkwam, weet je? Dus misschien dat ze al wisten dat Giant Man erin zou zitten, want het was al gelekt toen ze die pop hadden vrijgegeven met Giant Man erop voor Civil War. Wisten heel veel mensen al dat Giant Man erin zou zitten, dus misschien hadden ze al een soort van sneaky in gedacht van oh, we gaan Ant-Man erin gooien met Giant Man, misschien moeten wij ook Adam een keer groot laten worden. Want we hebben hem al vaak genoeg klein zien worden natuurlijk. Dat loopt al veel langer. Zelfs al voor Ant-Man was uitgekomen volgens mij. Nou, dus... Ja, ik denk Arrow. Ja. Maar oké. Maar waar zullen we het nog meer over hebben? Ja, over Sarah. Sarah Lance. Laten we gewoon de Legends een beetje één voor één afgaan. Want dat hebben we nog niet echt gedaan. Sowieso hebben we nu dus White Canary. We hebben Black Adventure Canary. Hebben we al gehad. Ja, Rip Hunter hebben we inderdaad al besproken. We hebben nog... Dus Sarah? White Canary. Ja. Nee, ze is nu geen Canary. Ze is gewoon Sarah Lance. Heeft ze de Canary-titel gedropt? Dat was me niet... Dat heb ik niet is dat... Ik weet niet. Noem mensen haar nog de Canary, wezen. Ik weet niet of ze zelf heeft. Haar team noemt haar gewoon Sarah. Omdat die kennen elkaar al goed genoeg, weet je. Maar Slechterik en het nieuws en zo noemt haar nog wel de Canary, volgens mij. Ja, denk het wel. Maar dat is ook de titel die Laurel haar heeft gegeven. En spoiler alert voor Arrow, maar Laurel is nu dood. Dat zien we ook in deze finale van Legends. Dat Sarah te horen krijgt dat Laurel dood is en hoe ze dat moet verwerken. Maar ik denk dat ze juist in Laurel's Air die titel wilt voortzetten, weet je. Want Laurel was toen de nieuwe Legendary. Aan het begin zei Laurel tegen Sarah toen ze zeg maar wegging van... Je hebt het masker nu ik erover nadenk. Ja, inderdaad dat. Maar dat was best wel een emotioneel afscheid. En ja, want dat is het afscheid van Sarah en Laurel voor altijd. Inderdaad, dat weet je op dat moment nog niet. Maar dan, dat is het coole aan zo'n shared universe hebben, weet je. Omdat wij een andere serie kijken, weten we al van, oh fuck, Laurel is dood. Hoe gaat Sarah daarop reageren? En dat we die gevolgen nou ook nog dit seizoen hebben kunnen zien, dat is wel gewoon mooi uitgepland. Ja, dat vond ik zeker. Ik vond de character ook wel lauw. Ze deed het goed. Ze is een goede actrice. Ze zit natuurlijk in Mad Men ook. Ja, inderdaad. En
I love her in Batman. Ja, Batman, we waren al een beetje verliefd op haar door Arrow, weet je. Daar was ze al gewoon een ultieme asskicker. Dus zij is een welkome toevoeging aan Legends. En sowieso een van mijn favoriete personages van dit team. Dan heb je nog Captain Cold en Heatwave. Dat waren dan in Flash vooral villains. Die gaan nu dan eindelijk een beetje een turn naar de good guy worden. Good guys maken. Nou ja, en als je een tijdreisshow hebt, want beide characters gaan dood, soort van, in dit seizoen. Maar alleen Snart gaat dood, toch? Heatwave was ook een tijdje dood, maar toen was hij toch niet echt dood. Dat was Kronos, dat was die. Ja, maar Snart die gaat nu Prison Break doen, man. Daarom blijft hij wel. Prison Break is al gefilmd, die komt over een paar maanden al uit. Ja, dat is al, er zit een trailer van en alles. Ik denk niet ja, maar ze hebben toch meerdere seizoenen? Nee, Prison Break gaat één afsluitend seizoen gooien. Gewoon, dat is gewoon een one-off. Oh, oké. Extra seizoen. Ik dacht dat er extra seizoenen bij zouden komen. Want, maar volgens mij was het maar één seizoen. Maar in ieder geval, want ze hebben ook gezegd dat ze hem, die acteur, Wentworth Miller, sowieso nog onder contract hebben voor een aantal appearances en zo. Misschien, misschien dat hij in het volgende seizoen niet per se een main guy is van het Legends team, weet je. Maar dat hij wel gewoon appearances kan maken. Misschien in Flash, misschien in Legends, weet je. Misschien is Supergirl wel niet, dat kan nu ook, aangezien Supergirl ook naar de CW toe gaat. Nou, we hebben het eigenlijk ook al een beetje over Kendra gehad trouwens, maar wat vind jij van Kendra? Je weet wat ik vind van Kendra, maar ja, ik ben het wel een beetje met je eens, dat was wel een van mijn minst favoriete characters. Ik vond wel dat ze Kendra meer shine gaven dan Carter, weet je, ik vond Hawkgirl dan nog wel vetter dan Hawkman. Maar ja, maar allebei, het was gewoon een gefaald duo. Ja. Ik was blij dat ze wegvlogen. Inderdaad, het is wel cool dat we niet per se meer de main character zijn in het volgende seizoen. Weet je. Ik weet zeker dat we ze ook nog wel gaan terugzien, maar maar de Justice League Society of zo. Ja, dat is de grote cliffhanger, daar komen we zo meteen op. Maar we hebben nog een aantal Firestorm. We kunnen Firestorm nog even bespreken. Sowieso was ik wel fan van die oude wetenschapper, weet je. En hij is wel van toen, man. Op het einde dat spel dat hij speelt met zijn vrouw, dat hij zogenaamd alles, alle trivia weet van elke tijdsperiode. Ja, dat is natuurlijk ook best wel logisch, want hij is er zelf geweest. Alles gezien, inderdaad. Dat is, ja, nice. Maar hij is, dus hij is ook. En die andere, zeg maar, die jonge gozer, Jax. Jax, die aan het begin vond ik hem niet zo heel sterk toen ik hem zag in Flash. Ja, Flash, toen hij geïntroduceerd werd, dacht ik zo van ja, ik weet niet of hij een goede fit is voor de nieuwe Firestorm. Ja, maar het is ook zo'n raar duo, weet je. Maar, ja, maar dat maakt het juist weer. Dat hoort erbij. Dat is juist een charme, inderdaad. Dat is juist grappig. Alleen, Ronnie was eigenlijk de originele Firestorm, de vriend van Caitlin en Flash. Dus ik dacht van ja, als dit nu die Jax guy de nieuwe Firestorm wordt, moet hij wel een beetje een goede acteur zijn. Nou, aan het begin was ik niet echt fan van hem, maar ik vind dat hij door het seizoen heen is hij heel erg gegroeid als acteur. En dat is ook wat je vaak terugziet in die CW-shows. Weet je, ook mensen als Steven Amell en Grant Gustin, gewoon Arrow en Flash zelf. Hun acteerability groeit ook gewoon door die seizoenen heen. Dat is je ziet gewoon dat ze allemaal steeds beter worden in wat ze doen. En Jax was ook gewoon richting het einde van het seizoen wel een van mijn favoriete delen van het team. Gewoon Firestorm in het algemeen, zeg maar. Ja, ik vond de oude man wel leuk. Mm-hmm. Want hij was echt super genius. En ja, Jax, I don't know. Hij was een beetje gefaald in romance, want hij vond Kendra ook leuk. Ja, iedereen vond Kendra leuk, dat was het hele ding. Ik verbaasde me nog dat Sarah er niet bovenop Precies. Tijdens die trainingssessies. Ja, ik weet toch, zij, she likes it both ways. Dus dat gekund. Ze heeft nog gezoend met Snart. Ja. Vlak voordat Snart dood ging. Snart zichzelf opofferde, dus dat was nog een maar het was wel nice van Snart, weet je. Ik bedoel, I would die just to kiss her. Ja, even denken, hebben we dan nog andere mensen van het Legends team te bespreken? Volgens mij niet echt. Dan was het waarschijnlijk niet interessant genoeg, aangezien we er nu niet op komen. Dus laten we doorgaan naar het einde, want wat een cliffhanger hebben ze ons gegeven voor het volgende seizoen. Mensen die bekend zijn met het DC-universum en veel comics lezen, die al waarschijnlijk een kleine nerdgasm doen. Mm-hmm. Dat schip neerstortte en die guy eruit kwam. Ik weet niet meer hoe hij zichzelf introduceerde. Hij zei gewoon zijn echte naam, zeg maar niet zijn superheldennaam, maar dat is Power Man. Power Man, ik zat in dat schip. Power Man. En hij is van de Justice Society of America. En Justice Society was eigenlijk een soort van de voorloper van Justice League, als ik het goed heb begrepen. Dus een team van superhelden dat bestond voordat Justice League überhaupt een ding was in de comics. En daar heb je echt van die weirde superhelden, want toen eenmaal de Justice League werd opgericht, hebben ze het in de stripboeken zo gedraaid dat de Justice Society eigenlijk de Justice League is van Earth 2. Dus ik ben benieuwd of ze Earth 2, of deze versie van Justice Society ook uit Earth 2 komt, of gewoon uit de toekomst. Omdat je dan ook al tijdreisaspecten hebt, weet je, gaat Legends nu dan ook al in het misschien door een portal van de Flash. Ja, het kan wel, weet je, het universum is er uitgebreid genoeg voor, maar ik ben benieuwd of ze dat ook zo gaan. Wat ik trouwens echt zo fattoe vind in Flash en Arrow en al die shared universes, dat ze niet even mentionen van oh holy shit, er worden
1700 nukes afgevuurd of zo. Of holy shit, Zoom gaat de multiverse vernietigen. Dat ze elkaar niet komen redden en zo. Of ja, dat je er niks van hoort. Gewoon überhaupt niks van hoort. Weet je. Van, oh no, weet je. Maar dat is met al die shared universes zo. Want in Marvel heb je dat soort problemen ook. Want dan had je bijvoorbeeld Iron Man 3 vlak na Avengers, weet je. Holy shit, al deze. Die guys met extremist powers blazen shit op en zo. Waar Storm, waar ze heel komen, waar mensen helpen. Weet je, dat soort problemen heb je altijd wel. Dus ja, daar moet je jezelf gewoon overheen zetten als liefhebber van superheldenfilms. En gewoon de realistische kijker naar toe brengen dat het allemaal te maken heeft met contracten en geld en dat soort dingen. Dat het niet ja, maar zo het is wel gewoon een keiharde faal. Je kan toch gewoon mentionen in een serie van, oh, what the fuck is er gaande nu? Nou, maar ze deden het wel een beetje. Ik bedoel, op de begrafenis van Laurel kwam Flash nog aanrennen. Toen zei hij zo tegen Arrow van ja, sorry dat ik zo laat ben, ik had het druk. En dan zegt Arrow zo van Zoom, dan zie je Barry zo, yeah. En dat is grappig. Ja, dat was, maar ja, zo meteen meer over Arrow en Flash. Juist, want daar kunnen we nog uren over doorpraten. Die gaan we nu opnemen. Die zien jullie morgen en overmorgen. Dan gaan we voor nu even... Ja? Maar wil je nog geen cijfer geven? Ja, nee, we gaan het inderdaad deze review even afronden. Laten we Legends een cijfer geven. Ja, voor een nieuwe serie van dit soort... Ik vind het vet omdat ze zeg maar C-characters uit het DC-universum kunnen introduceren in deze serie. Vond jij Ray Palmer een C-character? Ja. Oh, ik bedoel, uit heel de universe. Uit het DC-universum. Ja, ik vind gewoon echt letterlijk... Van die ik characters dacht in die Arrow universe, want in Arrow was hij geen C-character. Nee, oké. Maar gewoon characters die voor mensen die niet stripboeken lezen echt gewoon totaal onbekend zijn. Want DC universe is zo fucking uitgebreid. Je kan echt gewoon uit heel die geschiedenis, 60, 70 jaar aan comics, kan je verhaallijnen pakken, kan je characters pakken en al dat doen ze allemaal. Zeg maar in Legends vooral, omdat je zoveel verschillende tijdperken, variaties en zo hebt. Heb je daar zoveel vrijheid mee. En ook die episode in Future Starling City met... Future Arrow en zo, weet je. Future Deathstroke, dat was ook echt... Misschien wel de beste Arrow-episode van dit seizoen. En het was niet eens op Arrow, maar op Legends. Dus voor een nieuwe serie met zoveel characters... Ja, ben ik gewoon wel heel erg positief. Ik vond het wel geslaagd. Ze hebben ons elke week een nieuw verhaal gegeven. Een nieuw tijdperk. Mm-hmm. Soms misschien 2 of 3 episodes binnen 1 tijdperk. Maar die 16 episodes, het was een wat korter seizoen dan we gewend zijn van CW. Maar... Dat was voor deze serie ook wel gepast. En ik dacht echt dat het maar een serie zou zijn van 1 seizoen. Dat het gewoon one and done zou zijn. Maar er komt dus een seizoen 2 aan. Nu met de Justice Society. Ja, ik ben wel heel erg excited voor seizoen 2 daardoor. En Hawkgirl en Hawkman gaan weg. Dus dat is dan ook wel redelijk positief. Dus voor dit seizoen 1, ik geef het een 8. Oké, nice. Goed cijfer. Ik weet het nog niet echt. Het enige wat ik wel echt goed vind is die shared universe. Dat het gewoon DC universe op tv werkt. Mm-hmm. Dat kan ik wel eerlijk zeggen. Behalve Arrow. Arrow is wat minder. Maar ja, dat maakt niet uit verder. Maar ik irriteerde me nog te veel in deze serie aan de drama die er niet toe deed. En want het gaat nergens over. Maar de main verhaallijn, weet je. Vandal Savage was lauw. Rip Hunter werd uiteindelijk lauw. Het team... vormde wel echt een band en ja, ik denk een 6,5, dat ik het een 6,5 zou geven. Gewoon want het kan beter. Ik zie dit best wel uitbloeien tot een serie die dan in mijn ogen wel een 8 waardig is, weet je, want het kan veel beter. Mm. En ik denk dat ze geleerd hebben van de fout. De groundwork ligt er nu, weet je, ze hebben de basis te pakken, dus... Laten we hopen dat ze hier op een vette manier op kunnen uitbreiden in de komende seizoenen. Precies. Dus laat ons weten wat jij ervan vond in de comments. Ben je een hater? Ben je een liefhebber? Of zit je ergens tussenin? Ja, laat het gewoon weten. En kijk onze andere reviews van de week van Arrow Flash. Flash. Juist, die 3. Want jullie zijn DC-liefhebbers toch? Jij ook. Ik heb een Superman shirt aan. Ik weet dat ik harsh ben op Batman vs. Superman, maar ik ben ook een DC-fan. Dus... Subscribe, share, see ya. Doei.